Ik ben Lisa Korsten en ik heb creative producing gestudeerd aan de opleiding productie podiumkunsten. En ik heb dit werk gemaakt samen met Keertje van der Zee. Zij studeert scenografie. Ik en 100.000 is een theatrale installatie waarbij de bezoeker aan weerszijden van een spiegel tegenover elkaar wordt gezet. En op het moment dat je gaat zitten, begint er een lichtcyclus waarin je de ander ziet, jezelf ziet, de ander jou ziet en je in elkaar overvloeit. Er is geen tekst en er is een soort heel subtiel geluidsontwerp wat je eigenlijk een beetje in een meditatieve staat brengt. En het zorgt ervoor dat je een ervaring hebt van verbinding die op een bepaalde manier heel confronterend kan zijn. Het kan ook grappig zijn, humoristisch of een beetje ongemakkelijk. Misschien krijg je een verliefd gevoel omdat je iemand heel lang aankijkt. En op het moment dat de lichtcyclus afgelopen is, gaat eigenlijk het laatste beschermlaagje tussen jou en degene tegenover je weg, doordat de spiegelwand langzaam omhoog gaat. Het publiek zit dan in stilte tegenover elkaar en kijkt elkaar aan. Op dat moment zie je dat er eigenlijk al die tijd nog een hele andere dimensie in de ruimte was, namelijk een berglandschap. En je wordt uitgenodigd om door dit berglandschap heen de zaal te verlaten. Terwijl je door het berglandschap loopt, zitten er spelers in de bergtoppen en die kijken je aan op een neutrale manier. En opnieuw word je weer geconfronteerd met de manier waarop jij je verhoudt tot de ander. In Ik en 100.000 staat de verbinding centraal, eigenlijk in het werk zelf. Maar we legden ook een verbinding naar de omgeving van de theaterschool. Ook hebben we gekeken met ondernemers van oké, op wat voor manier kan je eigenlijk als school, een bedrijf iets voor elkaar betekenen. En vervolgens hebben we de buurtbewoners niet alleen maar betrokken door ze uit te nodigen naar de voorstelling, maar ook door ze uit te nodigen om te spelen in de voorstelling. Sinds de bezuinigingen is het eigenlijk steeds belangrijker dat je het publiek echt betrekt in je werk en dat je ze mede-eigenaar maakt van de kunsten. En Ik en 100.000 doet dat door ze ook echt letterlijk onderdeel te laten zijn van het werk. Maar we doen het ook doordat we eigenlijk de ervaring van verbinding zichtbaar maken. En ik denk juist in deze tijd waarin je soms de ander heel erg ziet als een soort abstract object, is het heel erg belangrijk dat je die ervaring voelt en dat je juist ruimte geeft aan meer het onzichtbare en het transcendent, zodat mensen meer connectie maken met hun gevoelswereld. En ik denk dat daarom werk als Ik en 100.000 heel noodzakelijk is en ook heel relevant voor het theaterlandschap van nu.